Op de PC Dumdag. En het is warm, dus zijn de ramen dichtgemaakt met zwarte doeken. Want zo in de zomer kan het heel warm zijn in de rij met zoveel mensen. PC Dumdag trekt altijd een kleine 10.000 bezoekers. En u ziet het van alle kleuren, van alle lagen van de bevolking. Jong en oud, mannen en vrouwen. Hoewel, moeten we toegeven, toch relatief meer vrouwen. Meer mannen. Er zijn te weinig vrouwen. Maar heel veel gekleurde mensen, want die komen hier een computer zoeken. Gebruikte computers, nieuwe computers, uitbreidingen, extra geheugen. Een kastje hier, een dingetje daar, een stukje software, een joystick. Er zijn bedrijven die zich helemaal hebben ingericht op dit handel, die iedere zaterdag op de PC Dumdag in Landbouw staan. PC Dumdag is de grootste na de HCC. De meest bekende omdat ze in Amsterdam gehouden en al een keer of 70 jaar gehouden. En wat vind je daar nou allemaal? Een heleboel nieuwe dingen, een heleboel zaken als harddisks, maar ook gewoon wat oudere computers, winkeldochters, gebruikte units, oude printers, oude matrixprinters. En voor de mensen die daar op zoek naar zijn, heel nuttig. Heel goedkoop. En dat is natuurlijk het hele idee van zo'n PC Dumdag. Je kunt er dingen vinden die je elders niet kunt vinden tegen een prijs die heel betaalbaar is. Het is wel iets voor de kenner, want je moet snuffelen. Je moet een beetje weten wat dat allemaal betekent. Zo'n bak met allemaal kaartjes, hoe zit dat in elkaar? Past dat wel bij jouw computer? Heb je de goede slots? Werkt het wel met jouw DMA-nummertjes? Kortom, dit is voor de kenner. Maar die kan dan ook goedkoop uit zijn. De experts staan op de PC Dumdag zowel voor als achter de toonbank. Want de mensen die hier werken weten er veel van. Maar de hobbyisten die hier spullen kunnen komen, zoals deze mevrouw ook, weten wat ze wil. Ja, en dan denk je soms van, wat is die software goedkoop? Ja, dat komt omdat dat dan wordt opgekocht door allerlei bedrijfjes en dan op zo'n beurs voor heel weinig geld wordt verkocht. Of zou dat uit de boedels van de gemeentelijke diensten komen? Zoals je dat de laatste tijd wel eens in de krant leest. Zouden de computers die daar niet in de boeken verschijnen wel op de PC Dumdag komen? Voor de mensen van die dienst waarschijnlijk iets wat ze weten. Voor ons iets om te gissen. Ja, voor wie uit is op voordeel, die kan natuurlijk op zo'n PC Dumdag heel goed uitkomen. Kijk eens, schijfjes, premium, zilver of goud, dat zijn natuurlijk CD-ROM schijfjes. En wat is de grap nu? Dat per 1 september je op die schijfjes extra moet gaan betalen vanwege Buma Stemra rechten. Dat is een grap waar heel veel mensen nogal bezwaar tegen hebben, omdat ze die schijfjes, die CD-ROM schijfjes, gebruiken voor alleen maar data. En nu plotseling moeten betalen aan Buma Stemra vanwege muziekrechten. Omdat daar ook op gekopieerd kan worden. Dat is ongeveer hetzelfde als wat de Sena heeft met CD-ROM. En heel veel mensen vinden dat een soort, ja, nare methode om geld te vorderen. Terecht dat de muziekmakers geld krijgen. Maar onterecht dat het op deze manier via de hoofden van de computergebruikers, of de beurs eigenlijk, wordt geregeld. Want dat soort zaken betrekt dus heel veel gebruikers. Er zijn veel meer mensen die een CD-ROM gebruiken voor data en zelf beschrijven dan om er muziek op te kopiëren. En op deze manier leiden de goede met de kwade. Maar wat dat betreft heeft Buma Stemra en Sena hebben een reputatie. Die zijn zowel de duurste ter wereld en de minst efficiënte als ze hebben contracten waarvan buitenlanders zeggen dat het wurgcontracten zijn. En dat blijkt ook wel een beetje uit het feit dat er nu iedereen dus moet gaan betalen voor muziekrechten op CD-ROMs die ook voor computers gebruikt worden. En voornamelijk. Een van de dingen die je op de PC Dumdag ziet is ook dat er gezocht wordt naar personeel. Dat is nog steeds aan de gang. Je kunt in de computerwereld heel veel geld verdienen als je
weet waarover je praat en er is gewoon te weinig personeel. Dus wordt er ook op zo'n PCDUM-dag, waar veel hobbyisten komen, gewoon gezocht en gelupt en getracht om mensen te interesseren om te gaan werken bij dit of dat bedrijf. Uitzendbureaus zoeken mensen, maar je kunt als automatiseerder met enige ervaring zo overal aan de slag en voor een heel goed salaris ook. En hier zien we nog een paar van die cd's voor 2,50 per stuk dus. En dat gaat dus de komende maanden duurder worden. Een van de producten die op zo'n beurs ook in grote getalen gaan zijn natuurlijk inkt. Navulflesjes voor refill kits heten ze dat. Ze zijn er van de echte leverancier. Maar als je zelf wilt prutsen kun je met een flesje en een pipetje dat zelf veel goedkoper doen. Een van de producten die heel goed lopen zijn scanners. Ze zijn er in allerlei vormen en maten. Je kunt voor honderden guldens, maar zelfs voor ook voor minder dan 100 gulden een scanner kopen. En dat is handig als je bijvoorbeeld plaatjes wil maken die je op het internet wil zetten. Onderdelen, handige schakeldoosjes, kabels. De PC-dumdag is de plek waar je kunt snuffelen en die dingen kunt vinden die je dan ook echt nodig hebt. Nou ja, echt nodig, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Wat oudere modellen zijn heel goedkoop. Monitoren, maar ook hele computers staan hier in grote rijen. En als je tevreden bent met een machientje alleen voor tekstbewerking, is dat vrij simpel te vinden. Soms voor maar een paar honderd gulden. Zeg, moet luisteren. We zien in de stad allemaal borden van Zonnet en World Online gratis internet. Er zijn nog meer bedrijven die dat doen, hè? Meer providers. Ja, Wish doet dat onder andere ook. En ik heb vorige week heb ik me ingeschreven op Wish. Ik ben jaren lid van Access for All. En ik probeer het nu een gratis account te krijgen via Wish. En ik weet... Krijg je dan ook een eigen homepagina? Ja, ik krijg ook een homepage van 10MB. Maar je hebt geen pop-e-mail. Dus je krijgt... Een web-e-mail krijg je. Dus je kunt bijvoorbeeld Hotmail doen, zoiets. Ja, dat klopt. Wat minder zekerheid, maar je hebt wel vrij veel diensten, zoals dus een eigen homepage kun je krijgen. Allemaal gratis. Ja, helemaal gratis, ja. Verdienen die mensen hun geld dan aan? Denk reclame of zoiets, ik weet het niet precies. Maar jij bent dus een Access for All klant die eigenlijk al weggelopen is? Nog net niet helemaal. Ik zit in de... Houd ze allebei nog even aan. Ja, ik hou Access for All nog even aan om te kijken of het goed werkt. Okay. Dankjewel. En hier dan weer zo'n systeem waarmee je die cd'tjes waar we het net over hadden en die dus duurder gaan worden vanwege de Buma stemrechten, in ieder geval een leuk eigen uiterlijk kunt geven. Met je stylus van Epson, maar ook met andere printers kun je ze in kleur bedrukken en dan met zo'n speciaal malletje je eigen cd's zeg maar herkenbaar maken. Want dat is belangrijk als je er veel maakt, want wie weet nog wat er allemaal op stond. En software, dat is natuurlijk ook wel van de reden om naar zo'n beurs te gaan. Heel veel software, heel goedkoop. De allernieuwste titels een klein beetje goedkoper dan in de winkel, maar de wat oudere titels kosten dan vaak nog maar een tientje of minder. En als je even in de bak gaat graaien, dan kun je helemaal schatten vinden. Hoewel, de een zijn software schat, is een ander zijn oude rotte cd.